Ik ga vandaag voor jullie met de beste klas, volgens mij met de Man of War spelen. De Man of War klas jullie nu in beeld. En daar ga ik vandaag een potje mee proberen neer te zetten. Mocht deze video natuurlijk alvast leuk vinden, laat dan je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. Neem deze klas over als je denkt dat het goed is. En we gaan nu een potje zoeken. Oké, we spelen potje 10 damage. Dus op de map Aquarium met de Man of War klas. Die ik net in het voorstukje heb laten zien. Precies dezelfde klas is het. We gaan kijken of we er een chill potje mee kunnen neerzetten. Ik heb expres een specialist aangezet die geen kills maakt. Om te kijken hoeveel kills we daadwerkelijk met deze klas kunnen maken. Ik vind het een chille klas. Hopelijk kunnen we dat natuurlijk dit potje ervan wat laten zien. We moeten natuurlijk wel geluk hebben met de enemies waar we tegen spelen. Als het hele harde try-outs zijn, dan hebben we een beetje ongeluk. Dus ik ga hier even onder water. Hopelijk verwacht ze niet dat ik hier uitkom. Zullen ze dus altijd al hier binnen zitten met z'n allen? Er zit één iemand. En iemand hier. Oh, mijn teammate pakt hem niet. What the fuck. Pas toen ik dood was. Nou, GG teammate. Het is wel wat beter dan om met natuurlijk. Zoals je ziet heb ik de vision pills aanstaan. De vision pills zijn natuurlijk ook gewoon door de enemies. Door bijvoorbeeld muren heen te zien. Dat is natuurlijk wat chill. Voor mij spannen ze nu aan die kant inderdaad. Ja, teammate. Als je niet kan snijpen moet je niet doen. En dan word ik in mijn rug genakt door een dude met een XR2. En dan vind ik Aquarium ook niet echt een hele chille map om te spelen ofzo. Het is eigenlijk gewoon een onnodige map die ze in de game hebben toegevoegd. Want het is echt de onlogische map ooit qua indeling. Als je ook kijkt de campspots die je hebben hier zo. Let's go. Oh shit. We gaan daar weer via hier komen. Kijk, ik heb mijn vision pills. Betere timer had ik niet kunnen inzetten. Hij komt via. Ja, ik zag hem niet! What the fuck? Waarom kwam hij niet om een vision pills te staan? Wat een bullshit, jongens. Nou, het zal wel. Misschien had hij die perk aan staan dat hij er niet op kan. Dat kan natuurlijk. Dat kan allemaal. Zit hier eentje? Twee man. Teammate heeft er één. Jan dan nog. Waar zijn ze? Hier is één. Dat is die gozer met de XR2. Ik heb ook geen... awareness aanstaan. Dus ik hoor ze nou iets minder hard lopen. Dus dat is wel even een nadeel. Maar ja, dan heb je wel weer een extra attachment voor op je wapen. Dan natuurlijk wel chill. Dat moet je... Ja, een beetje weten mee te spelen. Kijk, hem hoort ik nu. Hij heeft sowieso... had daar alarms aan staan, dus hij hoorde mij lopen. Ik dacht zo dat hij dead times aan de stand. Oké, MSMUV. Ik heb geen ghost, dus. Ik sta in het open voor hun. Dat is die gozer met die knife. Dat is wel eens goed, dus een revanche, ja. Let's go. Kijk, nu moeten we dit gewoon de hele tijd vasthouden. Oké, nu moet ik heel snel reloaden, kom op. Kom, loop door. Hij loopt wel door, ik heb een UAV. Dan kan ik killen, heb ik ook mijn counter UAV. Let's go, ik heb ook mijn counter. Nog 5 keer zou ik meter. 5 keer zou ik meter. Als de counter nou even oprot, kan ik mijn UAV inkallen. Dan, ja, oké, let's go. Counter is weg. Zit hier links van me. Let's go. Let's go. Ik heb een hater. Bam, let's go. Nu kunnen we gaan, jongens. Let's go jongens, zo kijk, zo moet je dit nou gewoon spelen. Gewoon heel rustig opwachten deze mensen. Oh! Beste kill ooit dit, holy shit ouwe. Ik gooi gewoon die nee terug, tering. Moet ik uit het water komen, Jezus Christus. Ik had er wel een beetje moeite mee, een beetje bunny hoppen, kijk zo.
Doet de Spaanse dan weer hier. Ze dus knallen mijn shit eruit. Oh, let's go, boys. Thanks, teammate. Holy shit, daar maar even daar gezeten, jongen. Nice, teammate, nog even UAV's erbij. En dan ga ik dood. Holy shit, wat voor streak zaten. Ik heb geen idee wat voor streak ze zaten, maar ze zaten best wel lekker. Maar ja. Dat zag je ook in de video met de, hoe heet die? De HG40, dat had ik ook makkelijk een nuclear kunnen halen. Ging ik ook dood op het raarste moment ooit. Door een hellstorm, terwijl ik Blackjack had. Maar dat kan allemaal, dat kan allemaal. Dat is maar 31-6. Pittig lekker scoren gewoon. De Man of War zijn zo een van de beste wapens in deze game. Al vind ik het zelf. Na de CUDA en de VMP. Ik ben meer submachine gun iemand. Daar kan je iets sneller mee rennen natuurlijk ook. En dat wil ik natuurlijk. Ik ben niet echt een camper. Ik kan wel eens hebben dat ik even als ik in mijn streak zit, zoals je net ook zag, gewoon die mensen hier ging opwachten. Maar ja, weet je, dat is nog wat anders dan campen. Een camper die gaat echt gewoon hier in een hoekje zitten zo. En die komt er ook echt heel het potje niet meer uit. Nou, zo ben ik niet. Dat weten jullie natuurlijk ook wel als je naar mijn video's kijkt. Ik moet nog even 14 kills maken en dan hebben we het potje gewonnen. Dus let's go, kom op. Kom maar op. De enemies gewoon zich niet verstoppen, want hoeveel enemies hebben we nog? Nog 4 enemies. Zo. Kom op. Zo, ik heb weer mijn 4 puls. Oké, niemand getagd ermee. Oké, het zal wel. Ik heb nog wel een UAV, dus. Ik kan ze hier links zien lopen. Oh, get off your head, glitch, mate. Hoppakee. Oh! Damn, Daniel. Damn. Damn. Oh, kom terug. Damn. Ik zag hem daar. Damn! Snel mijn heten nog even inkallen. Damn! 44-6 is onze eindscore. Holy shit! Mocht je nog leuk van deze video, laat me even je blauw duimpje omhoog. Natuurlijk helpt mij enorm. Neem deze klas gewoon over en wie weet vind jij hem ook wel chill om te gebruiken natuurlijk. Ik vind deze klas chill. Dus ja, je of het wel je fuck 3 op, maar zoals je ziet kan je er gewoon op een goede score mee neerzetten. Bedankt voor het kijken. Morgen om 3 uur weer een nieuwe video. Zal ik al zeggen, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Jongens, doei.